26 november 2018 kondigde de Chinese dokter He kwai daar heb ik goed op geoefend op die naam, met fierheid de geboorte van Lulu en Nana aan. Wat was er nu zo speciaal aan die tweeling? Wel, die twee meisjes waren de eerste genetisch gemanipuleerde kinderen op de wereld. Die dokter die kreeg prompt drie jaar celstraf. En iemand die dat proces met grote oren en ogen heeft gevolgd, dat is wetenschapper Hetty Helsmoortel. Goedemorgen, Hetty. Uh, Goedemorgen, Daria. Een terechte veroordeling? Jou? Ja, het was veel te vroeg hè, dat hij dit gedaan heeft. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat ze nooit HIV-besmet zouden kunnen worden ja, in hun leven. Dat was zijn intentie Dat was toch? zijn intentie. Hij ja. heeft geprobeerd om een gen aan te passen, waardoor ze inderdaad in de loop van hun leven geen HIV meer zouden kunnen oplopen. Met een techniek die we amper acht jaar in ons midden hebben. Dus daarom dat ik zeg, het is veel te vroeg. We wisten daar niet op. Uh, van wat de nevenwerkingen zouden kunnen zijn, wat de bijwerkingen zouden kunnen zijn. Hij heeft ook een aantal wetten overtreden. Hè. Daarom is hij veroordeeld. Mm. Het experimenteren op embryo's, dat mag niet. Dat en, mag dat niet ja. Echt, ja. en over die techniek ja. heb jij nu een boek geschreven. Ja. De geknipte genen. Vertel eens, het, het is het principe van CRISPR, geloof ja. ik. Hè. Ja. Wat is het principe precies? Niet te moeilijk maken. Eigenlijk. Nee, ik, ga, ah. ik ga mijn best doen. <laughs> het is eigenlijk het afweersysteem van bacteriën tegen virussen dat wij geherprogrammeerd hebben. We hebben iets gemaakt. Waardoor we eigenlijk op een heel precieze manier in DNA kunnen ingrijpen van om het even welk organisme: planten, dieren, maar dus ook mensen. Ah ja, oké. Okay. Ja. En in de toekomst kunnen dan bijvoorbeeld ongeneeselijke ziektes. Genezen via ja, dat, dat DNA aan te passen? Dat is de intentie, ja, inderdaad. Mensen zeggen, of de experts zeggen, we zouden tot 89% van de erfelijke ziektes, waar duidelijk is dat er een link is met een bepaald gen, met een bepaald stukje van ons DNA, die zouden we daarmee mogelijk kunnen oplossen. Kankers dus? Ja, kanker is niet altijd uh, genetisch. Wel, ja, het ontstaat ook mm. in de loop van ons leven. Maar CRISPR kan ook ingezet worden in, in medische toepassingen. Dus we kunnen bijvoorbeeld immuuncellen, afweercellen van ons lichaam, herprogrammeren met die techniek om ze beter kankercellen te laten opsporen en aanvallen in ons lichaam. Dus dat zit eraan te komen. Ah, okay. En ja. Alzheimer, zou dat ook kunnen voorkomen worden of opgelost worden? De moeilijkheid met dit is altijd, je moet weten waar in het DNA de oorzaak zit mm. van een ziekte. En met heel veel ziekten, Alzheimer, depressie, weten we dat gewoon nog niet. En dat is, dat, dat is werk dat eerst moet gedaan worden. Waar zit het? Mm. Voordat we er iets aan kunnen doen. Ja, maar 98%, dat is is toch heel veel? 89, 89 ja. Ja. procent. Ja, dat is een beetje mijn dyslexie. Dat in de toekomst opgelost gaat worden. <laughs> Mogen we al juichen? Nee, ik denk dat het, dat het veel te vroeg is. Ik wil ook geen valse hoop geven. Dit is echt een technologie met gigantisch veel potentieel. Ik noem hem in het boek ook ja, een van de meest revolutionaire technologieën van de 21ste eeuw. Daar geloof ik ook echt in. Maar laat ons, we weten, wetenschap gaat traag. Laat ons um, de nodige tijd nemen om dat allemaal goed te doen en juist te doen. Mm -hmm. Dus um, er is hoop, maar juichen is misschien nog wat te vroeg. Maar lieve Hetti, dat is allemaal zeer positief. Maar ik ben een beetje bang mm -hmm. hè, voor de toekomst dan. Want we gaan weer een Ubermensch maken dan. Niet? Ja, wel. De vraag is natuurlijk. Hè, ook bij de Chinees. De, de man heeft gezorgd dat die meisjes in de loop van hun leven. geen HIV meer kunnen oplopen. Of dat heeft hij geprobeerd, want het is mislukt. Voor alle duidelijkheid. Um, daar zijn ook andere middelen voor: condoom gebruiken, chemisch met de naalden gebruiken. Ik zeg maar iets. Hij heeft die meisjes een, een gezondheidsvoordeel gegeven. En de angst is inderdaad. van waar gaat dat eindigen? Als wij kunnen sleutelen aan wie wij zijn. Wij moeten op een bepaald moment als menselijke soort bepalen wie wij willen zijn. En dat is een vraag die gigantisch moeilijk is. En dat komt ook naar voren in het boek. Het is, ja, het is een dualiteit tussen een technologie die heel veel mogelijkheden heeft, maar waar ook heel veel ethische vragen moeten bijgesteld worden. En dat is iets wat ik toch aan uh, het grote publiek is wou meegeven. Waar gaat dit over? Wat, wat is dit nu juist? En, en ja, want, wat moeten we daarvan verwachten? Ja, want zouden we onszelf onsterfelijk kunnen maken? Um, de, dat is volgens mij een, een een, een hele grote brug te ver. Uh, uiteraard, wat, wat we wel kunnen doen en dat zie je nu ook met die technologie, is nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen, nieuwe therapieën ontwikkelen, waardoor we langer een gezond leven kunnen aanhouden. Dat is mm. één. Twee, we zijn een aantal stukken in ons DNA op het spoor die met veroudering te maken hebben. Daar wordt inderdaad geopperd. Goh, als we daaraan zouden sleutelen, zouden we dan niet wat ouder kunnen worden. Ik kijk daar met, uh, met argusogen naartoe. Uh, ik denk dat we als maatschappij heel goed gaan moeten bepalen. Wij allemaal samen, daarom heb ik het boek ook geschreven, waar we hiermee naartoe willen en waar de grens ligt voor ons. Mm, ja. Weet jij dat voor jezelf? Als, als wetenschapper, denk je van ah, dat is voor mij de grens? Er zijn denk ik echt heel veel. als het gaat over zeer zware erfelijke aandoeningen, zeer zware handicaps. Dan, dan denk ik dat we, dat we die technologie niet mogen uitsluiten. Mm. Om oogkleur en haarkleur. En intelligentie, als dat al zou kunnen te veranderen, denk ik dat we het absoluut niet moeten doen. Maar daar ligt een hele grijze zone tussenin mm. waar het heel moeilijk is om een grens te trekken. Mm. Dus. Wanneer zullen we die CRISPR in onze dagdagelijkse wetenschap gaan gebruiken? Dat, zal, dat is nu al bezig. Daar worden nu al kankerpatiënten mee behandeld, in, in klinische testen natuurlijk. Het eerste voedsel met CRISPR zal uh, ons ook overspoelen. Voedsel? Waarschijnlijk. Ja, ook. Ja, ja uiteraard. Want ah, ja. Uh, aanpassen van genen... Genie, het is gemanipuleerd. Ja, voedsel. Ah, ja, oké. Ja. 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 Oké, okay, dus we zijn eigenlijk al bezig. De bal bezig. is aan het rollen gegaan. Wil je er meer over weten? De geknipte genen werd uitgegeven bij Borgerhof en Lambrechts. Hetti, Helsmoortel, bedankt om langs Met te komen. Veel plezier.